Televisie bestaat 50 jaar en dat wordt, wat had u gedacht, uitgebreid gevierd. Op woensdag kan u nog eens opnieuw kijken naar de grote fictiereeksen van weleer. Frank van Eerum, bekend van Stille Waters, is de banden hoogstpersoonlijk in de VRT-catacombe gaan halen en heeft ze ook zelf voor u afgestoft. We zijn dus bezig aan de allereerste opnamedag voor de Fictiefreak. Een programmaatje dat dus gaat over fictie. En we zijn dus bezig aan een soort overzicht van 50 jaar fictie, waarbij dat de geheimen van fictie onthuld worden. De Fictiefreak is een jongeman die afgestudeerd is als regisseur, maar die eigenlijk helemaal niet aan de bak komt. Die heel graag aan de bak wil komen en dit is zijn eerste opdracht, dus hij is super enthousiast. Het is zover, mijn eerste werkdag bij de VRT. Hier is 50 jaar lang de beste fictie gemaakt. Prachtige reeksen zoals Kapitein Zeppos, Axel Noord, Langs de Kade, Flikken en natuurlijk Heterdaad zo meteen op je scherm. Ik ben hier vandaag het eerste slachtoffer van de fictiefreak, zeg maar. En ik ga hem proberen een beetje wijs te maken hoe fictie in elkaar zit. Meer is het niet. Ik ga proberen een goede indruk te maken, want de eerste indruk is zeer belangrijk. Dus ja, wacht even. Zo sympathiek mogelijk zijn. Hè? Ik ga gewoon mezelf blijven, dan komt dat allemaal in orde. Hè? Dan kun je blijven kamperen misschien. Shit, wat heb ik nu gedaan? Oh, ik vind het wel fijn dat ze Heterdaad terug van onder het stof halen, maar ik hoop dat het stof nog niet te dik geworden is, want dat is toch al geleden. We zijn beginnen opnemen in 1995, dus dat is toch al meteen 8 jaar geleden. Hè? Een gezel, geen gezellin, het is een manneke. Het is Miro, dat is mijn bondgenoot in goede en in kwade dagen. Daar mocht je gerust van zijn. Plaats. Ja, een boodschap van algemeen nut. Kijk naar de Fictiefreak. Is het niet voor mij, dan is het voor Miro.